Hoi allemaal. Dit filmpje is onderdeel van de Facebookgroep van de Stamping Dream Girls. In de beschrijving onder dit filmpje staat de link naar Diana van Otterlo. En dan kun je kijken wat zij gemaakt heeft. En daarna kun je weer verder hoppen tot je weer bij mij komt. En zo heb je een heel rondje met allemaal verschillende filmpjes. Ik had beloofd dat ik dit zou uitleggen van de Clean and Simple kaart, wat ik echt een hele moeilijke opdracht vond, omdat ik echt geneigd ben om altijd heel veel laagjes en zo in mijn kaart aan te brengen en nog dingen eronder te stoppen en een lintje of een touwtje. Dus ik vond dit echt best wel moeilijk. Ik had deze ook nog gemaakt en toen dacht ik van, oh, daar haak ik weer. Ik ga van alles op elkaar doen. En dat is volgens mij de bedoeling dan niet van Clean and Simple. Maar ik ga uitleggen hoe ik dit gemaakt heb. Dus wat heb je daar eigenlijk voor nodig? Borsteltjes en de inkt. Ik heb voor Soft Seafoam en Petal Pink gekozen. En ik heb deze mooie stempelset uitgekozen daarvoor. Er is een stansenset bij. Dus de Magnolia Mood. Dus, hij staat niet in de catalogus. Het is een online-only product. Maar ik vind hem echt heel mooi gedetailleerd. En ik hou heel erg van inkleuren. Dus daarom dacht ik van die stempel moet ik gewoon hebben. En ook zitten heel gedetailleerde stansen bij die je eigenlijk dus apart kunt gebruiken. Ik heb voor deze kaart deze stans gebruikt. Dus, en dan de blaadjes. En die heb ik eronder gestopt. En ook deze nog, het blaadje. Hier, ik weet niet of het te zien is. Maar hier heb je zo'n mooie bloem uitgestanst met heel veel details en open stukjes. Kijk, die heb ik niet meer nodig. Wat had ik nog meer? Ik had nog wat spetters, omdat ik het toch heel erg wit vond. Dus ik heb met de Stamping Right Marker in de kleur Soft Seafoam heb ik nog spetters aangebracht. En dan het randje, dat heb ik er omheen getekend. En dan gewoon met een hele fijne zwarte pen. De marker, die is er ook in het zwart. Maar die vond ik net een beetje te dik. Dus dat heb ik echt met een hele fijne, weet ik, 0,03 of 4 of zoiets. Heb ik dat gedaan. En deze stempel heb ik gewoon met zwart gestempeld. Dus, wat heb je nodig? Een half A4 voor de basis en die rillen op 10,5. En dan heb ik nog een kaartje en daar gaan we eigenlijk op werken. En dat is gewoon basic white en dan 9,5 bij 13,8. Dan past dat er straks zo op. Dan had ik hem al opgeplakt op mijn glasplaat. Als je dat doet met van dat schilderstape... Doe het eerst een keertje op je arm of op je broek. Of, zodat het niet echt heel erg goed meer plakt. Dan kun je hem makkelijker verwijderen. En nou heb ik het idee dat het een beetje scheef zit. Maar we gaan gewoon zo beginnen. Ik had post-it nootjes. En tijdens ons steeds heb ik weer verschillende post-it notebookjes gekregen. Dus ik heb weer voorraad. En die heb ik... Dit is de plakgedeelte en dan heb ik het zo geknipt. Ik heb hem twee papiertjes op elkaar gehouden. Dan is het net ietsje steviger. Dat vind ik net wat fijner werken. Dus ik had echt drie verschillende hobbeltjes. Dus nou, kijken. Beginnen we onderaan. Dan zal ik de inkpads open doen. Dat het zo te zien is, jij. Dus dan moet ik ze wel goed leggen. Het
zou niet de eerste keer zijn dat ik met het verkeerd kleurtje erin ga. Deze doe ik eigenlijk helemaal omdat het de onderste is. Je kan beter in een paar keren werken met kleur als dat je in één keer heel veel inkt op je borsteltje hebt. Zo. Dan hebben we de volgende. En nu doe ik het eigenlijk alleen maar aan de bovenkant. Dus dat je een... Daaronder toe een klein beetje wit... Zo speel je eigenlijk een beetje. Ik gebruik, omdat de groene heel licht is, gebruik ik daar wel altijd hetzelfde voor, want anders dan krijg je dat de groene een beetje bruinig wordt als je gebruikt met het papiertje waar Petal Pink op zit. Dat was mijn ervaring. Dus daarom gebruik ik eigenlijk voor de Petal Pink altijd hetzelfde papiertje. En dit kun je natuurlijk met allerlei verschillende kleuren combinaties doen. En ook met verschillende stempels. Eigenlijk. Hoop. En gaan we voorzichtig het zeet eraf trekken. Als je meerdere kaartjes wil maken, dan kun je dat zeet makkelijk nog een keertje gebruiken. En als je het op je glasplaat of groene mat of zo plakt. Dus doe dit wel voorzichtig, want als je het echt heel hard doet, dan heb je kans dat je kaart kapot trekt. En dat is eigenlijk zonde, want dan kun je overnieuw beginnen. Zo. Deze aan de kant hebben we niet meer nodig. Zo. Stempel.
De snippers schoonmaken. Dan heb ik nog een happy birthday. Die teksten komen uit de stempelset. Dus hier hebben we happy birthday and just a note to let you know that you are loved and thank you for being you. Dus het zijn eigenlijk wel drie. Ik vind de lettertypes wel heel mooi en ook het verschil samen. Kijk. Of het goed zit. Ik denk wel dat ik recht zit. Bijna recht. Zo. En dan pak je je pen. En ik teken dan gewoon een beetje een wiebellijntje. Of niet mooi recht. Als je dat wil, kan natuurlijk. Ik hou er wel van om een kronkel erin te tekenen. Van die streepjes. Zo. En dan had ik op de basiskaart Robinezen. Had ik wat spetters gedaan. Glasmat schoonmaken. Stamping Up heeft ook een mooie glasmat. Mat. Nu. Ik had deze al. Dus ja. Die blijf ik maar gebruiken. Maar het is enorm handig. Zeker als je graag blendt of inkleurt. Je kan het zo weer wegvegen. Als je een beetje van kliederen houdt. Dan is een glasmat echt ideaal om te gebruiken. Dan zit je niet iedere keer met papiertjes. En je kan het gewoon heel makkelijk schoonmaken. En het is wel fijn dat Stamping Up die nu ook in zijn assortiment heeft. Even kijken nog. Knip de randjes wel eventjes in stukjes. Zo dan. Nou, ze zijn niet zo lang, dus dan is het moeilijk om ze eraf te krijgen.
Zo. En zo is de kaart eigenlijk al klaar. Dus het is vrij simpel. En, ik vind het een leuk effect geven. Dus, veel plezier met het verder hoppen en het kijken van de andere filmpjes. En ik hoop dat jullie dit ook, dat je inspiratie gegeven hebt en dat je het ook eens uit gaat proberen. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.